Regelmatig krijg ik de vraag, maar wat voor soort video's maak je nou? En het lijkt me leuk om die vraag te beantwoorden in een video. Ik maak video's voor ondernemers. Ondernemers die zichtbaar willen zijn met video. En dat zijn verschillende soorten ondernemers die ook werkzaam zijn in verschillende soorten branches. En juist die afwisseling, dat maakt het zo leuk. Het afgelopen jaar mocht ik weer een aantal keer met mijn camera en al mijn attributen naar ondernemers toe om ze vast te leggen op beeld en om daar een video van te maken. En in deze video ga ik een aantal projecten van jullie bespreken, zodat jullie een idee krijgen van het soort video's dat ik heb gemaakt en dat ik maak. Van tevoren heb ik altijd contact met mijn opdrachtgever en gaan we kijken waar hij of zij de video voor wil inzetten en voor welk doel de video moet dienen. Zo ga ik 3-4 keer per jaar naar Tilburg toe. Daar staat dan een opnamedag gepland. En tijdens zo'n opnamedag maak ik samen met een financieel business coach een hele serie nieuwe video's. Video's waarin zij hele handige en nuttige tips geeft voor haar volgers. En elke week deelt zij een nieuwe video in haar nieuwsbrief, op haar website en op social media. Dit jaar kwam ik ook op een basisschool. Helaas, door corona was daar geen open dag, kon daar geen open dag plaatsvinden voor ouders. Dus zochten ze een andere manier om ouders toch een kijkje te geven op school. En dat hebben we gedaan met een soort promotievideo. Ik ben daar een dag geweest, ik heb de kinderen gefilmd terwijl zij aan het spelen waren, aan het gymmen waren, terwijl zij les hadden. Er kwamen docenten voor de camera, de leerlingenraad kwam aan het woord. En zo kregen ouders thuis toch een indruk van de school. Wat ik dit jaar ook gedaan heb, maar wat totaal anders is, is het maken van gifjes. Hier bij mij thuis in de garage een echte gifjesdag. Ondernemers konden zich aanmelden om gifjes te maken. En dit was echt een feestje. Compleet met champagneglazen, slingers en confetti. Dus wie weet wel herhaalbaar in 2022. Voor een bureau bezocht ik een aantal ondernemers. Met die ondernemers heb ik een video opgenomen. En al die aparte video's, die zijn uiteindelijk één video geworden. En die video, die wordt gebruikt voor een inspiratiemiddag. Ook ging ik dit jaar aan de slag met de kinderen van groep 8 hier in het dorp. Want ook weer door corona geen eindmusical, maar we gingen een echte film maken. En dan moet je niet denken aan een film van 1,5 tot 3 minuten, maar dit werd echt een film van dik 1,5 uur. De kinderen schreven zelf hun script, er werden opnamedagen ingepland. En we gingen echt heel serieus aan het werk met het maken van die film. We gebruikten effecten, we gebruikten de greenscreen en uiteindelijk werd het echt een hele mooie, gave film. Ook bezocht ik een adviesbureau en ik ging daar een promotievideo maken. Niet voor een product, maar dit adviesbureau is op zoek naar nieuw personeel. Dus het was een video om personeel te werven. Heel leuk om te doen en natuurlijk ook heel leuk om daar een video voor in te zetten. Dat is weer eens een keer iets anders dan een geschreven stuk tekst. Afgelopen zomer was ik aanwezig op een meet and greet van een babs, een trouwambtenaar. En deze trouwambtenaar heeft ook een bed and breakfast. Elk kwartaal organiseert zij een meet and greet, zodat je kennis met haar kunt maken en ook kan zien wat haar unieke formule is. En ik heb daar een middag rondgelopen, ik heb sfeerbeelden gemaakt en achteraf had deze babs een eventvideo die zij kon delen op social media. En dat is natuurlijk heel leuk voor de mensen die aanwezig waren om nog eens terug te kijken op die middag. Maar deze babs kan deze video ook heel goed gebruiken ter promotie van haar volgende meet and greets. En ook ging ik met deze babs aan de slag om een promotievideo te maken waarin zij vertelt wie zij is, wat ze doet en wat nu haar unieke formule is. Nou, dit zijn een aantal voorbeelden van video's die ik afgelopen jaar heb gemaakt. Allemaal hartstikke verschillende soorten video's, dus er is ook echt ontzettend veel mogelijk met video's. Je kan een eventvideo maken, je kan een instructievideo maken, je kan een promotievideo maken, je kan lessen maken voor je online leeromgeving. Zoals je hoort is er echt heel veel mogelijk. Wil jij in 2022 ook zichtbaar zijn met video? Stuur me dan gerust een bericht en dan kijken we samen wat er mogelijk is.